Het startschot van het nieuwe schooljaar is gegeven. Ik hoop dat jullie van de afgelopen zomervakantie gebruik hebben gemaakt om uit te rusten en te genieten. Dat jullie voldoende energie en enthousiasme hebben verzameld om dit nieuwe schooljaar tegemoet te gaan. Kleuters, kinderen en jongeren, zij beginnen vandaag met goede moed. Klaar om te leren en vooral om de komende tijd weer heel wat inspanningen te leveren. Belangrijk in het GIO is dat iedereen welkom is aan de start. Bij ons wordt niemand op voorhand uitgesloten of gedisqualificeerd. We weten dat het traject niet voor iedere leerling hetzelfde is. Achtergrond, fysieke of mentale mogelijkheden bepalen mee hoe ze hun parcours zullen lopen. Om het eindpunt te bereiken, moeten ze hun uiterste best doen. Soms gaat dat vlot en af en toe zullen ze kleine of grotere obstakels moeten overwinnen. Het is belangrijk dat ze leren, maar ook dat ze genieten van de weg die ze afleggen. En dat is waar we samen aan werken, aan éénzelfde doel, ervoor zorgen dat elke leerling de finish haalt. Samen, want onze leerlingen kunnen dit niet alleen. Zo is de steun van hun ouders, hun trouwe supporters die vanaf de zijlijn volgen, van groot belang. Ook voor ons collega's liggen de verwachtingen hoog. Wij moeten continu klaarstaan om te helpen wanneer dat nodig is. Wij geven onze leerlingen een duwtje in de rug om het nog beter te doen. En wij zorgen ervoor dat ze het beste uit zichzelf halen. Samen staan onze leerlingen sterk. En met de hulp van hun ouders en ons allemaal collega's zorgen we ervoor dat ze de eindmeet halen. In het GIO is onderwijs geen afvallingskoers. Wij zorgen er ook dit schooljaar samen voor dat elke leerling zijn talent kan ontdekken en benutten. Ik wens jullie ontzettend veel succes, maar zoals ik, vooral heel veel plezier.